Dit orgel is zo bijzonder omdat het gebouwd is in 1702 door Johannes Duisschot, een beroemde orgelbouwer, barokkenstijl. En in 1867 is het orgel omgevormd door Witte tot een romantisch orgel. Zeer waarschijnlijk heeft componist Händel op deze plek gezeten. Als je bij die gedachte stilstaat dat Händel hier ooit gespeeld heeft, ja, dan geeft het toch nog een extra bijzonderheid aan dit orgel. Net als Hero houdt ook burgemeester Van Aartsen van dit orgel. Ja, hij is hier ook geweest en ik heb hem zelf wel die geen orgel kan spelen, een stukje laten spelen. Maar hij vindt ook het uiterlijk prachtig. Zijn donatie voelt als een hele eer. Toen vond ik het fantastisch idee dat Van Aartsen eigenlijk ook niet alleen dat het op die manier wat geld binnenkomt, maar ook dat het helemaal in de belangstelling komt te staan. Het orgel heeft van binnen en buiten restauratie nodig. Stof vrijmaken en het leer moet worden vervangen wat versleten is. En dan hebben we het uiterlijk van het orgel, dat is vrij dof. En er zijn ook schilderingen, de luiken zijn beschilderd, die moeten allemaal weer helder gemaakt worden, een beetje in de oorspronkelijke kleur terug zien te krijgen. En dan het allerbelangrijkste is wel het scherm voor het orgel. En daardoor kan je het orgel eigenlijk niet goed gebruiken. En als dat scherm eenmaal flexibel is gemaakt en de zijkanten kan worden gereden, dan komt het orgel weer helemaal vrij en zichtbaar.